Lundraal inmiddels een baanlengte achterstand, een rechtstuk baanlengte althans. Ik kan me voorstellen dat Sundal toch zijn best doet, want hij zal 4 de 5 kilometer een plaatsje voor de laatste 16 moeten afdwingen. Dat is de enige manier voor hem. 3800 meter Zandstra, 31,9 reed kost hier op weg naar het wereldrecord. En 32,6, nee, het gaat niet in orde komen wat dat betreft. 5,05,45, dat is nu langzamer inderdaad, 2/10 van een seconde, dan het wereldrecord van Johan Kos. Maar ai, dit doet pijn hoor, dit doet verschrikkelijk pijn. 32,9, 6,11,15, geen nieuw wereldrecord, dat zit er niet meer in voor Zandstra. Ook geen nieuw Nederlands record. Dan moet hij wel een superslot ronde rijden. En dat zit er gewoon niet meer in. Hij heeft het moeilijk, de man uit Heerenveen. Het bijt op zijn tanden. Gaat heel moeilijk door die laatste binnenbocht. En dan dat laatste rechte bevrijdende stuk op weg naar de finish. En dan moet er toch een goede tijd uitkomen. Weliswaar geen nieuw record, akkoord. Maar toch een prima tijd. 6:44:14. Noteren wij voor Falco Zandstra een nieuw persoonlijk record voor de jongen uit Heerenveen. En Atte Sundraal 6:53:33 op de Noor realiseert een nieuwe persoonlijk record.